Ready to Help is een netwerk van vrijwilligers. Ze worden per sms opgeroepen als Nederland wordt getroffen door een ramp. Bijvoorbeeld een terroristische aanslag, een natuurramp of een vermissing. Begin van de dag verzamelen de vrijwilligers achter het Centraal Station van Dordrecht. Ik vind dat je in Nederland voor elkaar klaar moet staan. En ik denk dat we daarmee samen de samenleving een stuk mooier kunnen maken. En omdat ik dat vind, moet ik dat natuurlijk ook uitdragen. Ja, oefening baart kunst. En ik vind dat je, hulp verlenen is een beetje mijn ding. Tenminste, dat zit in mij. Dus ik vind het fijn om dan te kijken of ik hulp kan verlenen. En in een oefening kan je kijken of dingen wel of niet goed gaan. En dan kan je dingen aanpassen voor het geval dat er echt iets gebeurt. In 1995, woonde ik in de Bommelerwaard. Was zelf het risico om overstroomd te worden. Dus ik denk, ga ik eens kijken hoe we dat oplossen als het zou gebeurd zijn. Ik denk dat het bij de normen en waarden hoort. Ik denk dat heel veel mensen wel zo opgevoed zijn en ik ook zo. Ja, dat je voor een ander klaar staat. Als de vrijwilligers zich hebben aangemeld, vertrekt de bus naar de locatie waar de ramp heeft plaatsgevonden. Volgens het scenario heeft Dordrecht te kampen met flinke overstromingen als het gevolg van noodweer. Huizen zijn beschadigd en dijken zijn doorgebroken. Ons team ontvangt hun, zet ze in de bussen en daar vindt al gewoon de instructie plaats van wat er moet gebeuren. Waar ze naartoe gaan, wie wordt verdeeld, welke werkzaamheden ze moeten verrichten en wat er ongeveer van ze verwacht wordt. Dus zo praktisch werkt het. Als je bij jezelf iets gebeurt, dan hoop je ook dat mensen mij komen helpen als er mij een ramp gebeurt. Ik kom zelf uit Zeeland, dus ja, de watersnood ligt daar nog, in feite nog ze zeggen, nog ver zit geheugen. Dus, en als je die mensen hoort, dan waren ze toch blij dat er ook mensen van buitenaf kwamen helpen. Zolang ik gezond ben en zolang ik daar tijd en energie voor heb, dan vind ik het ook wel gewoon terecht dat je je medemensen helpt. En vandaar dat ik me ook hier vandaag inzet. Ik heb het zelf een 20-tal jaar geleden meegemaakt bij mij in de regio met hoogwater in de rivier de Lek, waarbij een heel groot deel van Culemborg ontruimd is. En het zou heel mooi geweest zijn als wij toen wat hadden kunnen betekenen aan de andere kant van de rivier. Ergens in de jaren 90 hebben we een watersnoodtoestanden gehad en dan zit je thuis en dan zie je het op de televisie en dan denk je, ja, eigenlijk wil ik wel wat doen, maar ik ben niet iemand die er zomaar naartoe gaat en aanbellen. Dus op deze manier kan je je steentje bijdragen. Enorm veel enthousiasme, leuke sfeer, bereidwilligheid, maar ook wel zoiets van jeetje, als je nou echt zo'n situatie hebt, dan komt er toch wel heel erg veel bij kijken om dat te doen. Want we hebben hier in 3 kwartier tijd die zandzakken gevuld. Maar stel je eens voor, als het dan echt de nood aan de man is, dan heb je heel veel mensen nodig om die hulp te kunnen bieden. Naast het plaatsen van zandzakken moeten er straten worden opgeruimd. Ook krijgen vrijwilligers te maken met slachtoffers. Je moet eventjes wachten nog. Ik geef wel aan wanneer je naar binnen mag. Ja? Dus even nog blijven zitten naast me. Wat is uw persoonlijke drijfveer? Mijn persoonlijke drijfveer is mensen er bewust van te maken dat we in noodsituaties er voor elkaar zijn. Het is niet veilig voor hem om naar binnen te gaan. Dus we moeten even zorgen dat hij op een veilige afstand even wacht tot het veilig is. En dan kan hij gaan kijken naar zijn pakketje en naar zijn orgel. Hè, dus we wachten even totdat het veilig is. En als wij horen dat het veilig is, dan weten ze dat je hier staat en dan kunnen we altijd naar binnen gaan. Ja, maar ik heb mijn pakketje heb ik op een gegeven moment afgericht en ik heb 14 dagen niet gezien. Nieuws over mijn heel goed nieuws. Ja. We hebben uw pakketje gevonden. Ja, en? Het is heel goed met hem. Ja. We hebben hem meegenomen naar het stadhuis, daar kan hij mooi opwarmen. Ja. Zal ik u de weg even wijzen waar het stadhuis is? Of ik kan onze vrijwilliger even mee laten lopen? Ja. Dan kunt u weer terugkomen naar uw pakketje. Nederland wordt steeds individualistischer. Mensen weten vaak niet eens in de grote stad maar wie de buren zijn. En als we elkaar gewoon helpen en weten wie de buren zijn. En ook de wat verdere buren in dit geval, want ik kom zelf uit de provincie Utrecht om hier te helpen. Dan kunnen we het allemaal een stukje mooier maken. Het is heel raar, maar mensen die hulp verlenen. Je kunt vreemde mensen bij elkaar neerzetten. Contact is zo gelegd. Ik zit met een bus met mensen uit heel Nederland zo'n beetje. Ja,
nog 5 minuten en we hebben contact met elkaar. En dan ga je als team ga je werken, want dat ben ik nu ook. Ik ben met vreemde mensen ben ik aan het werk gegaan. Het is een team. Niemand kon elkaar vanochtend voordat we elkaar ontmoeten in de bus. En nu zijn we gewoon een team. Dame, die heeft toch in het weekend wel wat anders te doen? Dat is een goede vraag. Nou, ik ben pas net klaar met mijn master, dus ik heb net nu eindelijk heel veel vrije tijd. Dat voelt het vooral, dus ik heb zoiets van, nou, waarom niet? En ik ga vanmiddag nog wel iets leuks doen hoor, en vanavond. Dus alle op de ochtend kan best. Als je dan ziet wat hier tentoongesteld wordt, dan zeg ik, ja, dan ben ik trots op dat de mensen komen om een oefeningetje te draaien. Te laten zien wat we kunnen. De opkomst is goed, de hele testen heeft gewerkt, het systeem werkt dus ook. Om mensen te bereiken en ze deze kant op te halen, kan niet beter. Ruim 5000 mensen hebben zich inmiddels aangemeld bij het netwerk. Nu de proef in Dordrecht is geslaagd, kan Ready to Help ieder moment in de praktijk worden ingezet.